Go, boys. Idiota. Steekt die nog wat na. Steekt die nog wat na. Dan heeft hij naast. Pijnlijk dit, hè? Dat Jerry het ook nog doet. Jerry die final blow. Dat vind ik pijnlijk. Steek hem nog maar eens in zijn maag. Goed. Hup, los. Wij weer mee. Dus ja, ik ben gewoon legit de klos. Hallo? Hallo meneer, wat heeft u pijn? Oh, mijn rug, ik ben neergestoken. I am saved! Wat een held dat ze zo allemaal zijn gekomen. Oh, ik had geen mobiel bij me, ik kon ze gewoon niet bellen. Ik heb wel één probleem nu. Een voordeel eigenlijk. Ik had problemen met die gasten en nu denken ze dat ik dood ben. Maar Jeroen, ja. Nu denkt Loi dat ik dood ben, dat is goed voor mij. Maar kunnen jullie hem niet oppakken ofzo? Hebben jullie niet een goede reden om hem aan te houden ofzo? Zo hé, wat fijn. Wat fijn dat ik gewoon vrij ben. Ik moet wel absoluut nu nieuwe kleding dragen, een tijdje niet meer in mijn Bentley gaan rijden. Ja, en that's it. Ik moet gewoon even van stijl verwisselen voor voorlopig. Ik ga nu wel mijn pet zo omwisselen even voor iets wat ik voor mijn ogen of voor mijn gezicht kan doen. Waardoor ik even nog iets veiliger ben. Oké, nou jongens, Loi die heeft zijn karma voor mij gehad, weet je? Prima, top. Leuk, hij heeft zijn dingetje gedaan. Hij denkt dat ik dood ben. Ben ik niet. Oh, wat erg eigenlijk. Maar dat gaan we fixen, jongens. We gaan een plan bedenken. We gaan een plan bedenken waardoor we Loi een soort van terug kunnen pakken misschien. Hey, leuk dat je er bent. We zijn vandaag in Roeveen. Wauw. Maar we zijn er niet zomaar. We zijn weer terug na een heftig verhaal wat er vorige aflevering is gebeurd, wat je gezien hebt. Heb je een beetje de recap gezien? Maar er zijn nog meer activiteiten geweest wat in mijn stream allemaal is gebeurd. Dus first of all, laat ik even zien wat er na al die opnames zijn gebeurd. Dus na de vorige keer, vorige aflevering, ben ik een paar keer live geweest en is dit gebeurd. Maar ik ga nu zwart nemen, direct bestellen. Boom. Jezus, dit is wel een dikke bak hoor. Ik ben tevreden. Ik ben tevreden met de aankoop. Hey, Mark, loop even mee. Oh, Jerry. Oh, top. Oké, ik loop heel even mee. Ja. Ik weet niet of je zo tijd hebt. Voor? Even een gesprekje. Een gesprekje. Ik denk het wel. Eventjes. Maar dat zou ik me wel weer even omkleden tot mijn normale... Ja, laten we zeggen over een half uurtje. Half uurtje? Waar wil je spreken? Over een half uurtje? Zeg even tijd. Doen precies 1 uur, oké? Okay? Oh. Ja, oké. Ze staan hieronder. Oké, dit is al heel scary, dit. Oké. We gaan het zien. We gaan zien tot hoe ver wij dit mogen. Oké. Goeiedag, heren. Stop. Ik stop. Even met je handen tegen de muur aan. Mijn handen tegen de muur? Ja. Oké. Ga je even voeren? Heb je dingen bij? Ja. Zoals? Een mes. En een hoe noem je dat? Waarmee je kan inbreken? Een breekijzer. Neem je mes even in, die krijg je zo meteen terug. Oké, prima. Ga je gang. Ja, oké. Welke van de drie is Jerry? Loop maar gewoon heen. Ik loop maar gewoon. Oh. Goedemorgen. Oh, je staat hier. Goedemorgen of middag. Ja, zo denk je dat je hier bent. Ik weet het niet. Ik heb vertrouwen in dat het goed komt, maar... Dat komt het ook. Oké. Okay. Hey, ik weet het niet. Even naar buiten. Ga maar even daar buiten de boven. Ik denk, we gaan dood. Ja. Ja. Voor een paar zaakjes, hè? Oh shit, dus is ook echt een pistool. We hebben... Ja, oké. We hebben natuurlijk... hadden we jou zogenaamd geholpen. Via Loi. Mhm. Ik weet niet of je daar nog nieuws over hebt. Niet echt veel. Ik heb lichtelijk gehoord wat er allemaal gaande was. Dus als je een grotere update kan vertellen, zou fijn zijn. Ja, we kunnen even kijken wanneer wij hem gaan pakken. We moeten hem ook hebben. Jullie moeten hem ook hebben, om Loi gewoon even te pakken. Gewoon. De kogel door zijn kop en jagen. Oké. Nee, dat vind ik wel prima. Daar ben ik wel mee akkoord. Want ik weet niet of hij nog steeds denkt dat ik dood ben. Maar ik vind het ook wel tijd om te weten dat hij weet dat ik nog leef. En dat er even een kogel door zijn kop gaat. Maar wij willen niet meer weten wie wij zijn. Dus we gaan hem gewoon omleggen. Prima. Ook prima. En misschien dat je bij ons zou aan willen sluiten. Als groep? Ja, ik denk dat dat wel kan. In principe. Dat het wel een goede kan zijn zelfs. Om even aan te sluiten. Oké, dat vind ik prima. Zeg maar wat we doen. We houden van grote dingen. Niet van die kleine dingen die jij allemaal doet. Van, wensen we jou een fijne dag. Ja, hetzelfde. En succes. Succes. Ja, probeer niet goed. Te veel in de problemen te raken voordat dat allemaal begint. Want dat gaat al snel. Oké, succes. Dan kan je dag verder. Joejoe. Oké. Nou jongens, ik ben wel heel ziek geraakt dit. Heeft die man buiten mijn spullen? Hij reageert niet zo. Hij reageert ook gewoon niet. Hij was zo straightforward. Mag ik mijn spullen? Yes. Top, dankjewel. Alsjeblieft. Top, dankjewel. Hey, succes. Fijne dag. Joe. Joe. Nou,
duidelijk. Ik ben dus waarschijnlijk Jerry's gang gejoined. En ik ben eigenlijk veilig. Loey is dus basically gewoon een afdankertje geworden van iedereen. Maar Jerry heeft mij gesproken en die zei, weet je wat? We gaan een plan bedenken. We gaan Jerry terugpakken. Jerry heeft mij natuurlijk... We gaan Loey terugpakken. Ik zeg het helemaal verkeerd. We gaan Loey terugpakken, niet Jerry. Jerry heeft gezorgd dat wij Loey terug gaan pakken. Dat is mijn correcte zin. Ik heb dus ook trouwens, dat zag jullie ook in de recap waarschijnlijk, een nieuwe auto gekocht. Ik heb heel leuk. Deze auto is nu voor mij. Dus ik rij ook niet meer in de skidde auto. En dan is het tijd om Loey te vermoorden. Dus ik ga zo meteen Jerry even opbellen. We stappen in de auto. We hoeven niet meer te schuilen, jongens. We hoeven niet meer te schuilen hier. Het is gewoon zover. We hebben een nieuwe auto. We gaan Loey proberen te ontvoeren. We gaan hem vermoorden. En dan wordt het even de karma voor het feit dat hij mij heeft geprobeerd te vermoorden. En er mogen geen ambulances komen. Dus we gaan hem 100 miljoen keer nasteken. Weet ik veel wat we allemaal gaan doen. Weet ik veel wat voor gekkigheid er allemaal gaat gebeuren. Maar Loey moet dood. Voordat de video begint, like even de video. We gaan voor 2000 likes. We gaan voor, weet ik veel hoeveel abonnees we hebben. We hebben nu zoveel abonnees. Fuck. Check of je geabonneerd bent. Je naam komt helaas niet in beeld. Het is geen livestream. Maar je bent wel heel cool als je abonneert. En laat het weten in de comments als je geabonneerd bent. Dat is extra jottem. Hey. Hallo? Hallo. Is dat een BMW? Nee, dit is een Toyota. Nee, dat is niet waar. Jij zit te liegen, meneer. Een Toyota? Nee, het is een Toyota. Een Toyota. Toyota? Een Toyota. Exact. Is het een, toch een Japans merk? Ja, dat is een Japanse auto. Oh, ik ben zelf ook Japans. Ja, ik ben zelf ook Japans. Oh. Wat is uw naam dan, meneer? Okay. Mijn naam is Ling. Goedemorgen. Hallo, Ling. Hallo. Oeh, we worden gebeld, jongens. We worden gebeld. Opnemen. Goedenavond. Goedenavond. Nee, maak eens. Goedenavond. Wij zijn bezig met het plan. Jullie zijn bezig met het plan? Wij verwachten jou op een locatie die ik jou ga sturen. Oké. Dus als jij daar naartoe zou willen komen. Ik kan daar prima heen, is goed. Dan leggen we jou het plan uit en dan gaan we de zaken vanaf we daar verder doen. Is goed. Dan stuur me maar een locatietje en dan zien we daar over 5 minuten. Ja, dat is goed. Oké, top. Oké, hoi hoi. Oké, jongens, we hebben dus nu van Jerry gaan we een locatie krijgen van Jerry Jordi. We hebben hem gekregen, we hebben hem. We gaan even de auto even fixen snel. En dan gaan we erheen, dan is het zover, jongens. We gaan kijken, het plan bedenken hoe wij Loey om gaan brengen. Oké, jongens, we hebben de locatie. Ik heb hem in de navigatie gezet. En het is zover. Ik ben benieuwd wat het plan is. Ik ben oprecht heel benieuwd. We gaan kijken, ik vind het wel spannend. We gaan even kijken hoe we Loey gaan eindigen. Hij heeft mij gepakt. Het was wel netjes voor iemand gepakt, ik wil echt zeggen. Het was wel heel netjes met de gang. Maar Jerry is denk ik niet helemaal eens met hoe het gegaan is. Die heeft me ook niet nagestoken, gelukkig. Dus ik heb het overleefd. Maar nu is het een plan om... Ik weet niet wat het plan is. Ik heb geen idee wat het plan is. Het plan is om hierheen te gaan. Kijk, daar zijn ze al. Daar staan alle auto's. Dus wij gaan hem maar even bij positioneren. Auto op slot. En daar zijn we dan, jongens. We gaan naar binnen. We gaan kijken waar de rest is. En we gaan zien hoe het gaat eindigen. Oeh. Goedenavond. Ik ga maar naar het kamertje daar bij de office. Ik kan er achterlangs. Oké, top. Oeh, daar hebben we nog iemand. Volgens mij is dat Willem. Daar hebben we hier nog iemand. Goedenavond. Hier kan ik naar binnen. Ah, daar is het toch. Zo, daar zijn we. Zo. Plan van aanpak. Oké. Okay. Loey. Die gaat van de wereldkaart. Ja, die gaat van de kaart. Ja. Okay. We gaan een beetje chaos maken op Blokpark. Mm-hmm. Dan neemt hij mee op zijn motor. Dan zet hem bij Blokpark. Daar heb je een garage bovenop. Mm-hmm. Daar gijzelen we hem. Dan duwen we hem in onze kofferbak. Oké. Okay. Dan gaan we naar een andere martellocatie. En daar... gaan we kijken wat er nog wat die laatste woorden zijn. Ik vind het leuk, klinkt top. Klinkt goed dit. Ik ben wel benieuwd wat hij allemaal nog gaat... Voor onze mees. Oh, jullie spaart vingers. Ja, maakt de ketting van vingertjes. Ja. Die maakt de ketting van vingers, gadverdamme. Ja, en misschien dat jij nog een paar woorden hebt voor hem natuurlijk, hè? Ja, dat zou ik wel leuk vinden op zich. Even een paar woorden met hem. Even zijn laatste woorden en zo, dat hij mij nog even kan zien. Vind ik ook wel leuk. Ja, precies. Dat zijn het een beetje laatste dingetjes. Mhm. Een bandje, snel gezegd. Kijk, hij rijdt in een... zo'n bord ziet een RS7 rijdt hij in. Mhm, een RS7. Nee, die heeft hij verkocht. Die heeft hij verkocht? Die heeft hij verkocht, ja, dat heb ik gehoord, ja. Oh jee, waar rijdt hij inmiddels in dan? Dat durf ik niet te zeggen. In ieder geval rijdt hij niet meer in zijn RS7. Dat was slim gedaan, want toen wij de foto's hebben gemaakt, had hij een RS7. Hij loopt in ieder geval wel... Hij liep, althans, ook in zwarte kleding met rode stropdas. Oké. Ziet, ja, we hebben ook vernomen tussendoor, want we hebben onze, staat hier ook, hij heeft gesolliciteerd bij de ANWB. En
Ja, dat gaat helaas niet door dan. Hij weet te veel van ons. Ja, hij weet te veel inderdaad. Oké, dat klinkt als een top plan. Ik stap bij jou in, denk ik dan. Is goed. Ja, ik ga met zijn GTR mee en ik ga wat chaos veroorzaken op Blokkenpark. Oké, prima. En dat gaan we gelijk doen nu, want het is nu avond. Het is wel mooi. Ja. De tijd is perfect. We gaan met de plannen. Wij gaan alvast naar de garage. Oké, prima. Gaan we doen. Oké, sounds like a plan. Kom dan. Sounds like a plan, guys. We gaan... Het plan is concreet. We gaan het doen. Oké. Yes. Dag wel dan. Is Willem die is aan het naaien. Bij wie moet ik instappen? De blauwe? Ja, bij mij. Oké, top. En wat is het wapen uiteindelijk waarmee we hem gaan vermoorden? Waar jij zin in hebt. Ja, wat hebben jullie? Ja, een pistool. Een pistool. Ja, dan weten we zeker dat hij dood is, hè, als een pistool. Ik kan hem zelf neersteken één keer en dat we hem even een paar keer naknallen. Ja, dat vind ik ook wel goed. Ik wil hem sowieso even steken, dat vind ik wel leuker. En dan mogen jullie wat mij betreft helemaal lekker naknallen, joh. Oké, jongens, dit is de garage waar we gaan wachten dus. En we gaan waarschijnlijk hier de gijzeling beginnen, want die andere gast, Piet was dat volgens mij, die gaat Loey ophalen. Die gaat dus een hijsa veroorzaken bij het Blokkenpark. En dan later gaat hij hem hierheen brengen. Gaan we even hem opwachten hier. Oké, jongens, we zijn inmiddels al een tijdje aan het wachten. We hebben hier samen met Jerry en volgens mij, ik weet niet wie het is, Piet kan het zijn, maar die kan ook die andere gast ophalen. Dus ik weet niet precies wie nou is hier. Maar het zijn wel gasten, enge gasten hoor. Enge gasten zijn het in de Roeveen. Ik denk dat hij elk moment aan kan komen, Loey. Samen met dus de andere gast die hem heeft ontvoerd. En dan gaan we hem hier waarschijnlijk heel even, weet ik veel wat, bespreken. En dan gaan we daarna naar Martelhuis. En dan wordt hij dus daadwerkelijk gewoon gemarteld. Oh, daar is hij. Daar heb je hem op zijn motor. Typisch. Daar heb je hem. Daar heb je hem. Goedemiddag. Had ik het niet kunnen verwachten. Ja, ik kan er niks aan doen, jongen. Goeiedag, meneer met baard. Goedenavond, middag bedoel ik, Loey. Hoe is het? Oh, ken ik jou? Ja, zeker ken je mij. Deze man heeft heel veel geluk gehad bij de elektriciteit. Ik wil net zeggen. Ik denk dat er iets. Je plannetje iets niet goed was nog. Zal ik hem even uitleggen dan? Ja, leg hem maar uit. Waarom denk je dat ik hem heb gestoken? Nee, ik steek hem niet dood. Ik heb hem één keer gestoken en we zijn vertrokken. Jullie weten al waar hij steekt. Ik heb wel een mooi litteken aan de oever, moet ik wel zeggen. Het is wel echt een litteken waar als ik er naar kijk dat ik denk aan jou. Alleen ik denk dat het litteken bij jou dat je daar niet meer echt lekker naar kan kijken. Na afloop. We shall see. Nou ja, kijk in het algemeen, dat zal wat moeilijk zijn. Ja, dat wordt ook wel moeilijk, denk ik, hè? Kijken in het algemeen. Dus ja, jij gaat nou even mooi mijn GTR in de achterbak. Dus hier komen. Die achterbak van die blauwe. Stap maar rustig achterin. Nou, daar gaan we. Daar gaan we. Kan je me horen, Loey? Ja. Je kan me horen. Ja, ik hoorde dat jij bij de AMW wilde gaan werken. Dat zijn mijn zaken niet, denk ik. Dat zijn mijn zaken niet? Ja, ik weet niet. Ik hoor ook alleen. Ik zeg ook alleen wat ik hoor. Nou, daar gaan we. Ik weet niet wat je daar aan toe bent achter het stuur, maar... Binnenkort kan je helemaal niks meer. Hey, maar Loey. Wat? Had je niet een plek kunnen kiezen waar geen camera's of gewoon daadwerkelijk beveiliging was kunnen kiezen? Toen je mij wilde uitroeien, weet ik wat. Ik ben benieuwd waar we heen rijden, jongens. We hebben Loey inmiddels in de kofferbak zitten. We hebben hem inmiddels in de kofferbak zitten. Het is zover. We hebben hem ontvoerd. Hij zit erin. En ik ben zo benieuwd wat we gaan doen. Hij heeft denk ik niet veel kans, want er was een wapen op hem gericht. Een mes. Hij zei typisch dat het was. Ja... He, zo voelde ik me ook een beetje. Ja. Dan lig je dan in de achterbak. Ligt het een beetje comfortabel of hebben we zijn communicatie afgenomen? Zullen we dat hier anders even langs de weg doen, zijn communicatie afnemen? Is dit de eindlocatie al of even puur... Afpakken. Hey, ik doe even de kofferbak open en ik pak even je telefoontje, alles wat je hebt, pak ik even af. Oké, top. Ik heb alles. Daar kan niks meer. Ja, ik doe weer even terug de kofferbak in. Yep. Zo. Oké, jongens, we zijn inmiddels bij de nieuwe locatie. Ik ben even snel bij iemand anders ingestapt wegens wat probleempjes, maar daar zijn we dan. Daar staan ze. Ik ga uitstappen en we gaan even kijken hoe we dit gaan regelen. Gaat die open? Ja oké. Hotse vlot. Daar zijn we dan. Oké, je mag even meekomen. Je gaat daar onderin staan. Ja? Ik kan onderin. Even een verhaaltje horen. Onderin dat tentje, zei ik toch? Welk tentje? Hier, helemaal onderin. Oké, je mag gaan zitten. Hij mag zitten, jongens. En, dan hij kunnen we zitten. Verder gaan. Eén iemand die moet sowieso op uitkijk staan. Oh, die gaat op de uitkijk, dus die gaat daar even staan kijken of er agenten aankomen. Ja, terwijl wij hier dat even het verhaal zien. Ik zie dat hier gewoon een wapen en systeemwapens zijn. Ik wil even een verhaaltje horen. Je wil verhaaltje horen? Ja. Wat wil je horen? Ik heb geen kinderboeken. Je kan iemand naaien, maar je kan iemand naaien, snap je? Mm-hmm. Denk niet dat wel goed genoeg weet, Piet. Wat? Nou ja, het is altijd opgezet. Ja, kijk. Iemand verkeerd jij weet steken. Te veel. En dus gewoon klaar.
Je gaat nee, naar de AWB, of je wilt naar de AWB gaan. En je vertelt net ook van, ja, ik kan iedereen gewoon keihard naaien. Dus het is gewoon nog een reden om jou nu gewoon een kogeldoosarrestus te jassen. Zo heftig. Ja, nee, snap ik, maar ik vind het een beetje raar dat je... Ik weet niet wat je aan het doen was daar bij die elektriciteitscentrale. Dat was niet Pieter die mij daar gestoken heeft. Nee, maar je was er al bij. Ja, was dat erbij. Is inderdaad waar. En ik wil even weten waarom dat je me daar genaaid dit waar bij stond. Origineel was het niet het plan om hem te laten overleven. Dat heeft Jerry compleet gedaan. Maar aangezien dat het gewoon mooi uitkwam, dan dachten we pakken jou nu. Ja, zo voelde ik me ook een beetje, Louis. Toen jij in één keer met allemaal mensen de hoek om kon rennen. Althans, dat jij even deed alsof je rondvoerd werd. Ik moet wel zeggen, ja, was wel mooi. Was origineel bedacht. Ja, dat is mooi. Moet ik wel echt zeggen. Ja, origineel. Origineel. Ik zie dat ze het hier vaak gebruiken. Dus je ziet het als? Origineel. Nee, ik zie dat ze het hier vaker doen zo. Dus ja, ik weet niet of het origineel wij doen het vaker, omdat wij gewoon slim spelen. Maar ja, ik vond het origineel met hoe het met mij gebeurde. Maar ja, helaas moet het wel dan zoals dit eindigen, denk ik. Verder nog iets te vertellen, iets van bedankjes. Ja, wil je nog iets zeggen? Bedankjes. Ik moet jou in ieder geval bedanken voor het witwassen wat je aan het begin voor me deed. Het is een makkelijkere tijd, kan ik zeggen, dan dat het nu is. Toen jij nog lekker voor mij kon witwassen. Nu is het niet meer zo. Van mij ook bedankt, want heb je goede zaken gedaan, Louis? Ja, mij interesseert het gewoon niet zoveel. Dat kan ook, ja. Dat kan ook. Één keer de mond top. Dat kan ook. Ja, maar wat wil je eigenlijk zeggen? Maar je hebt echt niks verder te zeggen, Louis. Geen laatste woorden waarvan je echt denkt van, dit moet ik nog even kwijt. Laatste woorden. Ja, nou je hoort het. Nou ja, doet u maar. Waar wil je het? Wat denk je, wat lijkt jou het prettigst? Ik vind dat we wel origineel mogen zijn. Je mag op stijgen gaan schaan. Als het origineel is. Water in. Ik heb het niet eerder gezien. Niet dat ik zo ja, op de boot ik heb het nog nooit gedaan, dus... Ja, nee, ik vind het kan ik niet op die boot staan. Dat is nog origineel. Op de stijgen. En dan zakt hij in het water. Dat vind ik ook wel denk ik, hè? Ja, sowieso. Ik hoop dat hij dan in het water zakt en dan gewoon weg. En dan is hij gewoon washed away. Nou, dan gaan we. Mees, moet je die middelvinger hebben? Oh ja. Jij wil de middelvinger hebben, hè? Links of rechts? Waar is Mees? Daar komt hij. Oh, links. Daar komt hij enthousiast. Hij wil dus zijn middelvinger. Ja, doe even tegen het hout aan. Wacht even. Zet hem hier voor het ja, hout. Maar pas op voor splinters. Iemand even op een uitkijk staan dan. Dat is wel handig. Ja, Jerry staat daar nog, toch? Of niet? Ik kan er ook al voor je afsnijden, hoor. Kijk, ik voel mij terug, dus... Maar ja. Met een bijl ook, ja, maar daar heb je niet veel mee kunnen doen. Nee, dan heb je niet zoveel aan die dinges. Nou, ga je gang, Mees. Snij je maar af. Oh. Hey, ongekend jij, ongekend. Hup, oké, stijger op. Stijger op, inderdaad. We hebben een mooi randje, zou ik zeggen. Ja, ik zou het uiterste puntje nemen, dat is denk ik wel het mooiste, hè? Ja, dat is een mooie afgang, toch? Kan je zwemmen, Loey? Ik kan zwemmen, maar ik weet niet of ik nog ga kunnen zwemmen. Ik denk niet dat je nog kan zwemmen na dit, nee. Ja. Helemaal op het uiteindje staan, dan heb je een hogere kans om erin te vallen. Dat lijkt me wel leuk. Anders moet je erin duwen, daar heb ik ook geen... Ja, dat is, wordt er alleen maar een troepie en een bende hier, weet je. Nou, Loey! Ja, het was mooi. Het was mooi, het was gezellig. Ongekend fijn om met jou samen te werken. Was in de hemel. Moet het eindigen. Ja? Ja, helaas. Volkomen normaal. Wil je welke kant? Ik kijk maar lekker richting de zee. Kijk tenminste maar richting de zee, dat is het fijnst voor je. Heb je nog een mooi uitzicht? Ja, joh. Ja? Jouw zicht is al minder, hè. Ja, dat snap wat ik. Wat is dat, heren? Nog iets te vertellen? Hey, Louis, dankjewel voor de gezelligheid, voor het witwassen, voor de problemen. Maar dit is hem. Zoals Jerry zegt, hoef je nooit meer te zien. Doei. Naar gang. Nou, dat was het. Dat was hem. Nou, er is ook niet echt bewijs of zo hier. Hij is gewoon echt weg. Let's go, let's go. Oké, we stappen snel weer bij Jerry in de auto. Hij viel echt gewoon zo het water in. Zo, de kofferbak gaat vanzelf wel goed dicht. Oké, let's go. Ja. Nou, hij viel wel mooi het water in, hè? Ja, je moet heel snel weg. Ik denk dat we heel snel weg moeten, inderdaad. Oké, jongens, we scheuren er nu gewoon vandoor. We moeten hier echt gone voordat de politie er is. Louis is officieel dood. Dat gaat hij niet overleven. Kijk, een messensteek kan je overleven. Maar een kogel in je achterhoofd en in het water van... Die is weg. Louis is officieel gewoon gone. Dat is ten einde. Waar gaan we nu heen? Ver hier vandaan. Gewoon ver. Hé, dit was goed geregeld van jullie. Ja, zeker. Dit was echt top geregeld voor jullie. Wij regelen tegenwoordig alles goed. Jullie regelen alles goed tegenwoordig, ja, dat klopt, dat geloof ik wel. Arm, hij wilde nog bij de AMB, maar dat gaat hem ook niet meer worden natuurlijk nu. Oké, jongens, dinges, Jerry is even aan het tanken. Dan gaan wij terug naar de stad, denk ik. We gaan gewoon V vandaan. We hebben het prima. Hé, daar hebben we een andere gasten. Of een van de andere gasten. Louis is klaar.
Ik weet niet wat ik moet zeggen. Het is een beetje raar, want het was wel gewoon echt een mega storyline die ik inmiddels met die gast had. Maar het is wel een leuk einde zo. Het is wel een leuk einde. We gaan zien wat er nu gaat gebeuren. We zitten nu waarschijnlijk bij Jerry en Pieter zo in de gang. En we gaan kijken hoe dat af gaat lopen. Eigenlijk is naar een huis even na bespreken of hoe dat ging. Je hebt je mesje nog in je hand, joh. Was goed gelukt. Snel gedaan, snel weg. Politie. Hij viel ook mooi in het water. Dus, ja, mooi water ingevallen. Eén koel, recht van zijn kop, klaar top. Met de lommelen. Hoppakee, dat was echt top geregeld. Laten we even kleding aanpassen. We gaan zo. We gaan nu naar een nieuwe locatie. Ik ben benieuwd waar het is. Gaan we zeker even nabespreken. Kunnen we even vertellen hoe het is gegaan. En weet ik veel wat voor ons in allemaal. En dan daarna gaan we verder kijken wat er dan gebeurt. Oké, jongens, ik denk dat we bijna bij de nieuwe locatie zijn. Ik ben benieuwd wat we hier gaan doen. Jerry doet er een beetje geheimzinnig over, dus ik weet het eigenlijk allemaal niet zo goed. Hij rijdt ook een beetje traag, dus ik ben benieuwd waar het over gaat. Maar we zijn er sowieso aan de navigatie te zien. Hier is het. Ja. Top. Oké, jongens, dit is de locatie waar we heen zijn gegaan. Ik ben benieuwd wat we hier gaan doen. Volgens mij is, zoals ik net al zei, was het nabespreken. En ik weet niet of ze binnenkort verdere plannen hebben. Dus ik ga het ook even vragen aan ze, want ik vind het wel interessant wat hier allemaal gebeurt met hun. Ik vind het wel echt interessant, al deze gekke shit. Zo, daar zijn we. Hoppakee. Zo, daar zijn we. Ja, dat is goed gedaan, hè. Hoe? Ja, dat was mooi geregeld. Wie heeft uiteindelijk de kogel gelost? Jij hebt hem gelost? Ja. Nou, maar netjes. Snel gedaan, inderdaad. Ja, top gedaan, jongens. Hebben jullie verder nog binnenkort plannen? Want ik had jullie vanmiddag ook nog gesproken. Onder de, ja, dat klopt, ja. In de garage. En ik kon er nog niet echt veel info over krijgen. Nou ja, op zich, je bent nu bij ons in de groep, hè. Mm-hmm. Dat sowieso. Mm-hmm. Niks van vertellen, hè? Nee, ik ga je zeker niks van vertellen. Dat komt helemaal goed. Zou je maar nummer suggesteer maar even, Rick. Mannen, dan moet ik er weer vandoor. Ja, dan vind ik het ook wel mooi geweest. Hey, ja. Was succesvol dit, jongens, toch? Oké, nou, die is uitgang. Oké, jongens, dat was hem. We hebben succesvol iets gedaan met de gang. Even kijken, ik ga hierheen. Zo. Hey, jongens, ik vond het hartstikke leuk. We hebben gewoon Loey vermoord. Het is zover, dus als iedereen dat heel graag wilde, wees blij. Ik zag ook een paar comments over dat jullie boos waren op Jerry. Maar het was dus allemaal Big Brain van Jerry. En dank jullie wel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Dus even eerder ook je, ik in ieder geval wel. Ja, het was spannend. Ik hoop dat hij spannend is voor jullie. Dat jullie hem echt leuk vonden. Ik heb mijn best gedaan. De gang hebben echt hun best gedaan. Ik ben er maar gewoon echt meegerold. Ik ben echt gewoon, ze hebben verteld van, jullie zagen het, ze belden me. Kom hierheen, ze hebben een plan uitgelegd. We zijn erheen gegaan, hij is vermoord. Ik kon gewoon toekijken vooral. Het is voor mij echt een bonus gewoon om het te zijn. Dus dank jullie wel, leuk dat jullie er waren. Abonneer allemaal eventjes, we gaan 2000 likes zoals ik zei. En spreek ik jullie de volgende video. Spreek later, paas, tot de video's, biee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 e